jongens en meisjes. Dus dit is mijn kast die ik nu hier heb staan. En die ook hier blijft staan, by the way. Maar ik ga deze een beetje opknappen. Dan gaan we nu eraan beginnen. Let's go. Ik ben nu bezig met de matjes aan het snijden. De caoutchouc matjes. Voor hier op te leggen. Hij is namelijk al rood geschilderd. En het was leuk om deze fase dan ook even te filmen. Voor de kastrenovatie. Dus deze komt erop. Hij is nu op maat gesneden. Alleen in de lengte moet hem nog afgesneden worden. Dus dat komt in orde. Dus en wat jullie hier zien is de kast die helemaal geverfd is. Hij ziet er ook al een stukje beter uit. Ik heb niet echt zo, zoals jullie kunnen zien, die oude verschrompelde verf die erop zat, eraf geschraapt. Dat heb ik niet gedaan op deze. Ja, ik weet ook niet waarom. Maar zo ziet hij er toch al properder uit dan ervoor. Deze is aan het drogen. Deze is gedroogd, die staat klaar voor te monteren, maar dat is de bovenste schap. Oh ja, die zijn eigenlijk hetzelfde, maar ik moest ook nog de onderste doen en de onderste staat hier namelijk. En ik heb nog van mijn vader een radio gekregen die ik dan hier van boven ergens mag ophangen. Dus dat komt dan ook zeker in orde, zodat we ook muziek kunnen afspelen terwijl we bezig zijn aan het werken aan de dakse of aan een ander soort projectje. Deze schuiven moeten nog gedaan worden. Die moeten nog in het rood, want het is wel leuk dat de kast grijs is en dan heb je van die rode schuiven en rode tableaus. Ook al het rubber is al gesneden zoals jullie kunnen zien. 9 stuks van deze formaat en dan 2 stuks van deze en dan 1 groter stuk voor deze. Dat is de onderkant namelijk. En ik kan deze pas monteren, die twee, als deze gemonteerd staat. Want zoals jullie kunnen zien, ik moet die hierover laten schuiven met een speciaal bout en moertje. Dus dat komt nog allemaal in orde en deze stickers ga ik natuurlijk recupereren. Die ga ik eraf nemen en mijn dubbelzijdige tape dan op deze rode dinges plakken. Wordt zeer tof en ook deze dingetje ga ik repareren. Zoals jullie kunnen zien. Het was al gebroken daarvoor, maar ik heb die nu van de muur afgehaald. En dan ga ik die zo met speciale lijm terug kunnen plakken. En dan ook op die kast ophangen natuurlijk. Dus blijf zeker kijken als jullie nog geïnteresseerd zijn. En vergeet zeker niet te abonneren. Oké, zoals jullie kunnen zien heb ik de laadjes erop geplaatst. Ze hangen recht. Voor mij lijkt deze iets lager dan die kant. Maar optische illusie. Maar dus, die hangen er dan. Niet echt slim van mij om dit te doen. Want ik moest de binnenrandjes nog doen en misschien dat je iets kan zien. Hier hangt zo wat rood en zo, omdat ik de binnenkant moest doen. Maar dus, die zitten erop. Ik heb ook alle kleine laadjes geschilderd. Ja. En ik had mijn gsm echt miniem vast. Want ja, anders zit mijn gsm helemaal onder de verf. Dus dit is mijn werkplaats. Zoals jullie kunnen zien, het is nog wel rood. Hè? Maar dat gaat nog allemaal weggaan, hopelijk. En ja, ik vind het wel een heel goed resultaat. Die stickertjes gaan nog op deze randjes geplakt worden ofzo. Dus dat komt ook nog wel mooier uit dan. En hier zit die box dat ik gisteren had gekregen. Want het is al een dag verder, hè, by the way. En hier hangt er al eentje op. En die andere dacht ik om hier van bovenop te hangen. Zodat ik op mijn werkplaats qua ruimte niks verlies en zo. Dus dat komt in orde en dan komt de radio dan gewoon daar in de hoek of zo. Hier ergens op die plank. Maar deze kabel is wel iets te kort. Daarom dat ik een rol audiokabel heb gekregen. Dus deze kabel heb ik dan ook gekregen om hem te verlengen. Want daar moet ik nog een suikertje plaatsen. Dus een aftakklemmetje. En die komt dan zo naar de radio, logisch. Dus ik wacht nu totdat deze opgedroogd zijn, want mijn tafel zit helemaal vol. Ik heb hier geen plaats meer voor die grote toch te doen. En die grote doe ik dan als laatste. Maar normaal gezien moeten die half droog zijn, dus de bovenste laag moet dan droog zijn deze avond. Dan kan ik ze er wel in plaatsen, maar voorzichtig dan, want het is nog altijd gevoelig. En dan kan ik aan deze beginnen, aan die grote. En mijn verf is toch bijna op, dus dat komt helemaal goed uit. En dan daarna moet ik voor dit gaan kijken. Hoe dat ik deze ga doen, want nu zitten die buizen helemaal in de verkeerde lengte afgesneden en zo. Dus dat komt nog allemaal in orde. En deze gaat ook nog allemaal weg. Hè. Dus alles wat erop ligt en zo, krijg ik nog allemaal een ander plaatje en zo. Dus het wordt al beter deze werkplaats. Oké, jongens en meisjes. Nu ben ik overgeschakeld naar mijn camera. Wat dus hopelijk betere kwaliteit is, anders zou het heel erg zijn. Maar dus, ik heb die rubberen matjes er al ingelicht. Dat heb ik gisteravond al gedaan om te kijken, omdat hier een plooi in zit, dat het zichzelf naar beneden zou doen. Maar blijkbaar heeft hij toch nog een beetje lijm nodig of zoiets, om naar beneden te gaan. De kast is in gebruik, zoals jullie kunnen zien. Alleen de schappen moeten nog gezet worden. En die staan dan hier. Dat zijn tenminste al de kleintjes.
De grote liggen hier nog en die gaan we dan nog schilderen. Maar dat gaan jullie nog allemaal te zien krijgen. Dus kijk eerst die kleintjes er al in zetten, want die heb ik gisteren gedaan. Ik had gezegd dat ik gisteravond dat dat droog zou moeten zijn, maar het was toch niet droog. Dus nu is het wel droog, hopelijk. Hè. Dus dan gaan we ze nu erop zetten, of er beter gezegd erin steken. En dan die rubberen matjes daar ook al in steken. Dus dat ga ik nu al doen. Oké, de kleine rode kastjes zitten er momenteel in. Ik weet het, hier deze plooien en zo, die zijn niet echt gelijk. Maar kijk, het is een tweedehands kast en ik heb er het beste van gemaakt. Maar dus, nu ga ik die matjes erin leggen. En dan gaat het ook een veel mooiere look geven. Oh, wanneer je ze zelf opentrekt. Oké, jongens en meisjes, ik heb nu de matjes erin gelegd. En als je ze opentrekt, is het al een veel cleanere look dan dat wat eronder ligt. Natuurlijk gewoon nog altijd groen met strepen, druipers, hè, van rood. Dus nu nog de grote kastjes doen. Die ik dan hierop zetten, nu dat dat toch al rood is, maakt niet uit. En dan komen ze van onder en dan is de kast helemaal klaar. Sommige plekjes zijn niet goed geschilderd, maar kijk ja. Het is toch al veel mooier dan daarvoor, vind ik zelf. Dus, let's go. Oké, jongens en meisjes, we zijn de volgende dag en het is nu helemaal opgedroogd. Al had ik pech, zat en dat nu vol rood. Maar, zoals jullie kunnen zien, het is niet echt 100% gelukt, de laatste kastjes. Want, ja, het zijn de laatste waarschijnlijk, daarom. Hier zit nog een plekje wat nog groen is. Dat is niet echt goed, maar kan ik wel terug een beetje schilderen als ze gemonteerd zijn. Dus laten we ze even monteren en dan kijken we hoe het eruit ziet als hij compleet is, de kast natuurlijk. Oké, dus achter zo'n hendeltje was het blijkbaar toch nog niet helemaal uitgedroogd, zoals jullie kunnen zien. Maar dus, hij is geïnstalleerd. Het is namelijk niet deze, dus dat zou ik niet mooi doen. Hè. Maar er zitten nog geen matjes in, maar daar heb ik een hele goede truc voor. Voilà, nu zitten de matjes erin. En ja, dus de kast is eigenlijk wel af, kan je zeggen. Natuurlijk nog die stickertjes die daarop zitten van GoPro en Breaking. Die gaan natuurlijk nog zo, zoals ik al eens eerder had gezegd in deze video, hier of zo plakken. Of daar beneden op die grote kasten, waar je een grote oppervlakte hebt om op te kunnen plakken. En sorry voor de hanen, maar ze communiceren graag. Hè. Dus, dit was dan de aflevering van de kast. Vonden jullie deze video leuk? Laat dan zeker een like achter. Vergeet niet te delen met jullie vrienden. Vergeet zeker niet te abonneren. Dus, ik zie jullie later. Ciao.